heb voor het eerst van mijn leven een interactie met een varken. Dat moet je ook gehad hebben. Oh, nou staat je kont erop. Goedemorgen. We staan vandaag in Estambar, een plaatsje in Portugal. Waar ik een organisatie ga bezoeken die Refugio dos Burros heet. Deze organisatie zet zich in voor verwaarloosde of achtergelaten dieren. En zij vangen ze op en proberen ze te rehabiliteren. Lukt dat, dan krijgen ze een nieuw huisje. Lukt dat niet, dan blijven ze hier en mogen ze hier blijven tot het einde der tijden. Ik krijg een rondleiding en ik ben heel benieuwd. Jullie kijken mee. Deze organisatie wordt geleid door twee topvrouwen. Ze willen niet in beeld, willen niet bij naam genoemd worden, maar desondanks wil ik ze wel een hart onder de riem steken. Er zitten in deze opvang op dit moment 97 honden. Daarnaast cavia's, kippen, katten, ezels, paarden, varkens, noem het maar op. Echt een toporganisatie. Deze dame, die is gered, die is hier binnengebracht en toen was ze helemaal kaal. Je kan het ook nog wel een beetje aan haar huid zien. Ze is hier nog niet zo heel lang, maar de huid begint nu, de vacht begint nu langzaam terug te groeien. Dus ze is heel lief. Zou ik er zo mee nemen. Wat een nice surprise. Yeah. Deze Mary is gered van de zigeuners. En tegen de tijd dat ze hier was, was ze zwanger, maar dat wisten ze niet. Of krachtig, zoals je dat noemt, dat paarden. En daar kwam deze dame uit. Dus nu hebben ze er twee voor de prijs van één. Yeah, you're doing your job. There we go. Okay. Okay. What's your name? Peter. Peter, nice to meet you, Peter. And your name is? Annelie, yeah. So, Peter, how long have you been doing this voluntary job? About 4 years now. 4 years. Yeah. Do you do it on a daily basis or no, weekly? No, weekly, yes. Weekly. Nice. Why do you do it? I like animals. It keeps me occupied, especially in the winter, and it keeps me reasonably healthy. It helps to keep me healthy. Yeah, I can understand. Well, it's more pleasurable work. Yeah. I just bring lots of treats okay. for all the animals. Yeah. I just do the rounds. I start. Yeah. Well, that's clear. All right. Well, thank you very much for your time. That's all right. I enjoyed it very much. Okay, good, thanks. Deze jongen is gered van de slag. Zijn eigenaar is overleden en toen hebben ze hem hier gebracht. En nu praat hij graag, knuffelt graag. En ik heb voor het eerst van mijn leven een interactie met een varken. Dat moet je ook gehad hebben. I had a little pig bath. But at least he loves me. Yes, that's true. Don't you? Yes. Even een klein verhaaltje over onder andere deze grote lobbes die hier ligt. Die is 3 tot 4 jaar geleden hier binnengebracht en was toen ontzettend dik. Kon eigenlijk ook niet lopen, heel veel vacht. Kan je misschien ook wel voorstellen als je naar hem kijkt. Wat ze hier nu hebben gedaan is dat ze hem iedere dag op een soort van hondenrolstoel hebben neergezet. Zodat hij wel moest bewegen en doordat ze dat hebben gedaan... kan hij nu eigenlijk weer gewoon normaal bewegen. Dat vindt hij nog steeds het leuk. Het is een hele luide hond. Hij ontwijkt ook altijd de ochtendwandelingen. Dan gaat hij gewoon ergens staan. Hi,
hallo. Moet je aaien? En nou ja, zoals je ziet worden we weer lekker onderbroken door allerlei andere honden. Deze is heel oud. Die stond net lekker te vechten om ze eten. Deze is iets minder oud. Ja, je bent lief. Lassie koelie. Lassie. Hoe knappie ben jij? Hoe knappie ben jij? Schattig! Zullen we een ezel nemen, Mark? We hebben een hele gezellige rondleiding gehad, vond ik in ieder geval, bij Refugio dos Burros hier in Portugal. En ik ga lekker douchen, want ik ben super smerig. Allemaal hondjes geknuffeld en varkens geknuffeld. Mochten jullie nou interesse hebben om zelf een dier van deze organisatie te adopteren, kijk dan op de Facebookpagina. De link staat hieronder. En neem contact met ze op. Alle foto's zijn te vinden van alle dieren die hier zitten. En doe ze goed. Dankjewel, tot de volgende keer!